allemaal. Dit is zo'n bijtzaal. Ze hebben hier overheerlijke koffie. Maar er is toch niet beter dan eten. Die nemen wij gewoon mee. En wij moeten van een hele lekkere roeierijne ochtend. Zitten we nou weer voor de marathon stage. Je ziet het, hè? Zand, zand, zand. Daar hebben we de hele week op gewacht. Piet is er klaar voor, ik ja? ook. En we gaan even 2 dagen hokken. Dus we zien jullie over 2 dagen weer. Hou de boel heel, hè? Yo! Dan rijdt de top gewoon net wat, neemt wat meer risico als ons. Eén navigatiefoutje, de hele buggies gingen te ver naar rechts. Dat wij dus ook. Dat was jammer. En een lekker band. En dat heeft ons uiteindelijk toch 3-4 minuten gekost. Voor de rest, top gereden. Echt. Ik hoor net van Thuisfront, of Patrick van Thuisfront, dat anders gewoon in de top 7 reden en zaten. Op die lekker band maar rechtsvoor. Ja, jammer. En water en regen. Regen niet dan van het water van de regen, dan moesten we door een moeras heen. Ja, dat was gewoon vol gas en je zag niks meer. Alles ging eroverheen. Vrachtwagen vast, motorrijders die er langs de kant stonden met de motor kapot. Ja, het was gewoon een geweldige, dikke, vette, goede geile race. Wel een snelle trein, wel een snel. Genoegen om deze rit mee te mogen maken samen met Jan-Pieter. Want wij hebben hij toch geweldig genavigeerd. Maar is hij goed? Ja, ik loop nou wel een beetje over, maar hij is het echt, hè. Als hij er ooit mee stopt, dan heb je echt een probleem. Dan heb ik echt een probleem, dat is één. En ten tweede, dan moet ik nog eens denken of ik zelf wel doorga, ja of nee. Nou. Ik geloof wel dat er iemand nog in de wereld zo goed is, maar die heb ik nog niet gevonden. Dus ik hou het mooi met Piet. Houdoe. Kijk, een verkeerde gereedschapdeel hebben we wel bij. We hebben een Makitatje in de buggy liggen, want we hebben toevallig geen 2 SP Tools. Maar ja, die krijgen we na deze video wel. Het is zo, we doen elke 50 kilometer voor de proef, leggen we even een nieuw bijltje erop. Dan rij je hem in 50 kilometer. Maar deze eigenlijk nog goed, daar hebben we gewoon 1,5 dag mee gereden. Maar dat doen we gewoon uit voorzorg. Vorig jaar veel problemen gehad met de belt.
Tegenwoordig elke drie dagen compleet een nieuwe clutch erin. En dan hebben we een eigen tool gemaakt. Dat we alles gelijk en recht eruit kunnen halen. Te danken aan Peter Timmermans. Die maakt binnenkort alweer een nieuwe voor ons, hoop ik. Want hij heeft een kleine slijtage die al in de roest aan de ketting zit. Dus, maar dat komt helemaal goed. Dus dit gebeurt er eigenlijk elke ochtend voor de race. Kijk. Nou, en goed ligt hij weer. Even om gaan, Piet? Ja hoor. Yo. Piet, kom eens even op de knieën, jongen. Ja, zeg. En wel, dus een beetje schoon houden. Dat is lekker. Ja, hè? Ja. Nee, maar welke stage rijden we nou? 12. Ja. Met 12 stage, wat was hij, man? Nog twee. Wat? Nog twee stages. Ja, nog twee stages, ja. Ben je aan het filmen? Ja. Oh, vet. De 12e stage en we zijn binnen de 12. Nou, is dat lekker? Ja, nou, en, ben ik zeker. En ik denk binnen 12 minuten van de kop ook. Maar... Ruim. Nee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we hebben gigantisch gereden. We hebben ons eigen wel een beetje gespaard, want diep in mijn hart was ik bang dat de arm brak. Maar dat is niet gegaan. Ik heb doorgegast, ik heb drie keer gevraagd aan Piet van, staat Willy nog recht onder? En eigenlijk was het gewoon zand en zand en zand en shotties. En het was gewoon een hele prachtige koers. En nou hoor ik net hier bij de uitgang dat we tussen de 5 en de 7 aan het rijden waren. Dus ja, dat is weer bewezen dat we het kunnen. Meer oefenen, meer trainen en dan komt het helemaal goed. En morgen staan we weer lekker met een lach op ons gezicht aan het staan. Wat is dat, Piet? Nog twee te gaan. Ja. Afvinken. Hij doet gouden. Hè? Hij doet gouden. Ja. Nou, ik zal jullie even een kleine instructie geven voor onze buggy. Wat er nieuw is tegenwoordig bij onze buggy, dat is een 300 bar stikstof tankje. Waarbij wij, als wij over de liaison rijden, dus vanaf de bivak naar de start toe, dan rijden wij met harde banden, 1.5, 1.6. Dan kunnen wij, voordat wij bij de start zijn, de banden tussen de aflaten, gewoon met het dopje zeg maar, tussen de 1 en de 1,4 bar. Maar als we dan uit de proef komen en we moeten een stuk liaison rijden, dan doen we voor een beetje bandenbesparing, doen wij met dit stikstofflesje of onderweg als we problemen hebben met de band, kunnen wij de band bijvullen. Dus ja, dit is eigenlijk hetzelfde compressortje, maar dan in het klein. En je moet zo zien dat je ongeveer een keer of 30 een bandje ermee op kunt pompen. Dus ja, van alle gemakken zijn wij voorzien.